Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de eerste twee seizoenen van de HBO Max documentaire The Vow. Ik heb enkele jaren geleden het eerste seizoen van The Vow gekeken. En dat was toen eigenlijk mijn introductie in de hele Nixium cult. En wat daar allemaal speelde toentertijd. Maar in dat jaar was er ook nog een Star serie uitgekomen die ook ging over deze hele Nixium cult. Dus ik had toen eigenlijk best wel een mooi totaalbeeld gekregen. Ik maakte me dus een beetje zorgen over een tweede seizoen. Omdat vaak met documentaires kan het dan een beetje aanvoelen zoals dat tweede seizoen van Making a Murderer bijvoorbeeld, waarin het echt heel erg uitgerekt wordt allemaal. Maar ik ben blij om te zeggen dat dat met The Vow zeker niet het geval was. Dat tweede seizoen was niet alleen nodig, maar voegde ook gewoon echt heel veel toe. Want in het eerste seizoen leer je dus eigenlijk gewoon heel de cult en de concepten van de cult en de cultleider Keith Raniere kennen. En je merkt en ziet dus ook wel een aantal bekende gezichten, gewoon actrices, niet per se wereldberoemde actrices of zo, maar wel bekende namen die ook in deze cult hebben gezeten. Eentje uit Smallville en uit Star Wars bijvoorbeeld. Maar wat deze cult dus eigenlijk doet is soort van de illusie van self-improvement, maar eigenlijk met het doel om uiteindelijk gewoon de meester te pleasen. Allemaal voor Keith Raniere. Er zit dus ook gewoon een hele vage soort van BDSM ondertoon in alles wat ze aan het doen zijn daar. En het kwam dus ook gewoon neer op een rare sekscult uiteindelijk. Want Keith Raniere die dwong dus gewoon alle vrouwen daar om exclusief met hem een relatie te hebben, terwijl hij gewoon wel het recht had om al die verschillende vrouwen te daten. Maar als je dan ziet hoe manipulatief en gewoon gemeen het er soms aan toe ging, dan kan je niet echt goed praten wat voor resultaten die cult uiteindelijk ook wel bereikt hebben. Want sowieso een van de dingen die je dus moest doen om überhaupt binnen te komen bij de cult is iets achterlaten wat gebruikt kon worden als blackmail, als een soort van vorm van borg. En in het eerste seizoen krijg je dus gewoon hele heftige verhalen te horen van zowel de mensen die zelf in de cult hebben gezeten, maar eruit zijn gegaan als familieleden van bepaalde cultleden. Maar het bizarre is dus ook wel dat de cult voor bepaalde mensen wel gewoon echte resultaten heeft kunnen afleveren. Mensen die heel erg onzeker en antisociaal waren, die opeens gewoon echt uit hun schulp kwamen. En het verknipte is dus ook dat ze bepaalde psychologische technieken en theorieën gebruikten, maar dan op hun eigen verdraaide manier, tot hun eigen voordeel. Maar in sommige gevallen waren het ook wel echt heftige cases. Mensen die bijvoorbeeld Tourette hadden, die daar al gewoon bijna gewoon genezen uitkwamen. Dus je zou bijna zeggen dat er toch wel iets van een bepaalde kern van waarheid in hun methodes had moeten zitten. Maar dat wil niet zeggen dat alle soort van verknipte dingen die eromheen zijn de moeite waard waren uiteindelijk. En het mooie is dus ook omdat je in het eerste seizoen gewoon alles uitgelegd krijgt en precies een beeld hebt van alle spelers binnen dit verhaal. Dat wanneer in het tweede seizoen een aantal van die spelers zich dus ook tegen de cultleider inkeren, dat die ook gewoon de documentaire inkomen. En het tweede seizoen heeft dus het voordeel dat ze nu gewoon een echte rechtszaak gehad hebben. En dat ze die dus gewoon uitgebreid kunnen laten zien. Dus waar het eerste seizoen gewoon alle feiten neerlegt, krijg je in het tweede seizoen echt de conclusie. En het laat je dus ook niet met een onzeker gevoel achter aan het einde van de twee seizoenen. Je krijgt aan het einde gewoon echt te zien wat de straf is voor deze mensen. En dat is dus op een bepaald vlak wel een beetje satisfying. Maar hoe interessant dit soort verhalen op een bepaald aspect wel niet zijn. Want hoe kan iemand gewoon zoveel persoonlijkheid hebben dat hij zoveel mensen echt zover krijgt om al die dingen voor hem te doen. Dat laat wel weer gewoon zien dat soms mensen dat soort kwaliteiten voor duistere dingen kunnen gebruiken. Het is een beetje een vergelijkbaar fenomeen met dat mensen altijd naar seriemoordenaars, documentaires en series en zo willen kijken. Je wilt gewoon een beetje het hoofd in kunnen kruipen van dit soort verknipte mensen. Maar ja, hadden jullie al gehoord van The Vow? Beide seizoenen zijn nu dus te streamen op HBO Max. En als je van dit soort documentaires houdt, is het wat mij betreft wel gewoon een aanrader. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte te houden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.